Na heel wat optredens is het vandaag eindelijk zover. De concerten voor volwassenen met staanplaatsen. Wij zijn benieuwd wat de fans ervan vinden en welke K3 nu hun favoriet is. Marten of Christel? Marten. Oma's aan de top of 10.000 luchtballonnen? Toch oma's aan de top. Josje of Klaasje? Oh, dat is moeilijk. Josje is een topwijf, maar Klaasje ook. Klaasje. Karen of Hanne? Karen. Hallo K3 of de avonturen van K3? Hallo K3. Ik ben daarnet een klein quizje gedaan met de volwassen fans. En jullie zijn nog steeds een favoriet. Hebben jullie een kleine reactie? Dat is natuurlijk niet eerlijk dat je dat nu vraagt. Want nu komen degenen die vanavond komen, die komen echt wel vooral voor ons. Omdat ze hun jeugd willen afsluiten. Maar het is wel leuk om te horen. Maar... Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een Facebookgroep op te starten? Wel, we waren bij de première van de K3-show in Gent. En het viel daar echt heel hard op dat er heel veel jeugd aanwezig was. En dat die ook zin hadden om eens een echt feestje te bouwen op de K3-nummers. Hoe hebben jullie deze avond ervaren? Ja, echt fantastisch. Het was zo geweldig. Al die mensen die uit ons dak gingen. Ja, dat was echt fantastisch om mee te maken dit. Hebben jullie nog een klein woordje voor de volwassen fans die eigenlijk nu afscheid van jullie gaan nemen? Oh, ik vind het fantastisch dat ze nog steeds alle liedjes van ons kennen. Ik vind het ook geweldig dat ze nu eindelijk gaan kunnen meedansen. Want we hebben dat wel gezien toen ze heel klein waren, maar kennen ze die dansjes nog? En het is vooral tof dat ze ons dat gevoel geven dat we bijzonder zijn. Ja, daar sluit ik me bij aan. En ook alle moeite en energie die ze erin steken om ons dat gevoel te geven is wel heel speciaal.